Hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over de kracht van stil zingen. Hier gaan we. Hey, hey, zo fijn dat je er weer bij bent. In deze aflevering kijken we naar de kracht van stil zingen. Hoe krachtig dat stil zingen eigenlijk kan zijn. Is dat niet prachtig? Hoe dat het woordje krachtig en stil zo schoon in een zin samenpassen. Anyway, dat is wat we gaan doen en waarom ook stil zingen zo belangrijk is. Want heel veel beginnende en onwetende zangers die gaan daar eigenlijk geen rekening mee houden. Veel beginnende zangers die gaan een nummer zingen op één soort van dynamiek, heel luid of heel middelmatig luid, maar voor de rest gaan ze daar eigenlijk niet mee gaan spelen. En dat zorgt ervoor dat hun nummers vaak nogal saai kunnen overkomen. Dat willen we natuurlijk niet. Ze gaan ook dat stilzingen in een nummer niet echt tot hun voordeel gaan gebruiken. Want door heel stil te gaan, kan je iemand kippenvel gaan geven. En spelen vooral met stil en luid kan heel krachtig zijn. Maar die beginnende zangers die zijn daar nog niet helemaal bewust van en die spelen daar nog niet mee. Van zodra dat we die fouten niet meer maken, dan komen we eigenlijk in de wereld van de zelfzekere muzikant. En eens dat je je in die zelfzekere zangerwereld bevindt, dan gaat er een hele muzikale wereld voor je opengaan. Want dan ga je met je stem kunnen gaan spelen en geef je niet enkel je stem de nodige rust om een keer te gaan ontspannen, maar ook je luisteraar. Want 2 uur lang naar iemand luisteren die heel de tijd zit luid te zingen en te roepen, dat is niet aangenaam om naar te luisteren. Dus ten eerste uw stem de nodige rust geven, maar uw luisteraar de nodige rust geven, dat is een hele belangrijke. Daarbij ook spelen met dynamiek, luid en stil, helpt om een bepaalde opbouw in jouw nummer te kunnen gaan steken, waardoor dat we echt die kippenvelmomenten kunnen gaan opzoeken. Dus dat is waar we uiteindelijk naartoe willen werken. Dus hoe doen we dat? Wel, laten we eerst kijken in welke pijler dat we ons bevinden. Want zoals je weet, alles wat we doen is gebaseerd op de 4 grote pijlers van de Zing Jezelf Vrij formule. We hebben mindset, zangtechniek, creativiteit en verbinding. Wij bevinden ons vandaag in die zangtechnische pijler. Dus laten we eens kijken hoe dat we dat stilzingen krachtig kunnen gebruiken in een nummer. Het eerste waar dat we moeten blijven bij stilstaan, is om te gaan leren stilzingen. Want heel vaak beginnen we te zingen en zijn we eigenlijk al vrij luid. Of middelmatig. Niet superluid, maar ook niet superstil. Dus echt gaan leren stilzingen is een moeilijke. En vooral stilzingen zonder lucht. Want heel vaak wanneer we stilgaan, kruipen we ineen. Dan gaan we naar hier. Belle mama, yo. En dan zit er heel veel lucht op onze stem. Dat willen we niet. Wij willen stil kunnen zingen zonder dat die lucht erop is. Belle mama, yo. Dus dat is een belangrijke om bij te blijven stilstaan. Eens dat je dat onder de knie hebt, dat stilzingen, en dat je voelt van oké, mijn stem voelt stabiel, mijn ademsteun is er, ik heb geen lucht op de stem, mijn stembanden komen samen, dan kunnen we bewuste keuzes gaan maken in een nummer. Waar ga ik stil gaan en waar ga ik luid gaan? Dus om je een voorbeeld te geven, heb ik er vandaag Before I Go uitgekozen. Een geweldig nummer. Ik vind de tekst vooral zo leuk. Maar daar gaan we dan samen spelen met stil en luid, zodat je dat dan zelf ook in een eigen nummer kunt gaan toepassen. Oké, het stukje waar we mee gaan werken vandaag is het refrein van Before I Go van Guy Sebastian. En het gaat als volgt. You thought you had me. Dat is hem. Dus laten we dat eens even samen nog eens zingen. Als je het niet kent, spoel de video dan even terug. Want ik ga weinig tijd besteden aan het instuderen van het nummer. Dus spoel het maar zoveel terug als dat je moet. Ik ga meer tijd gaan besteden aan dat stil zingen. Want dat is waar het vandaag over gaat. Dus laten we dan nog eens samen zingen. En als het moet, spoel je maar terug, hè. You thought 1, 2, 3. Stronger up.
against the ropes. I am a fighter. Before this fight is over, you'll know my name before I go. Dat is hem. Oké. Nu dat we dat hebben, laten we eens kijken naar dat concept van stilzingen. Laten we dat zingen alsof dat we een babytje in slaap wiegen. En weer al, we willen opletten dat we niet te luchtig worden. You thought you had me. Dat is veel te luchtig. You thought you had me. Daar komen mijn stembanden al beter bij elkaar. Denk aan uw ademsteun, dat gaat u daarin helpen die buikspieren samentrekken. Laten we dat eens proberen. 2, 3, 1. You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the ropes. I am a fighter. Before this fight is over, you know my name before I go. Was dat? Nu, ik merkte bij mezelf, bij de I am a fighter, daar had ik de neiging om zo even luider te willen gaan. En dat willen we natuurlijk niet doen. Hè? We willen daarmee bewust omgaan. Dus weer al, hier is het opletten. Komt er niet te veel lucht uit. Wat heel veel zangers die stil gaan zingen doen, is in elkaar kruipen. Dus schouders naar binnen, nek naar voor, alles heel klein denken. Dat is het laatste dat we willen doen als we stil zingen. Wij willen net onze schouders heel mooi open houden. De afstand, onze nek, mooi rechte afstand tussen je oorlel en je schouder, zou zo lang mogelijk moeten zijn dat je echt heel veel ruimte hebt. Want hoe minder ruimte dat we hebben, hoe geforceerder dat het gaat zijn. En dat willen we natuurlijk niet. Dus laten we dat nog eens doen met dat in ons achterhoofd. Hier gaan we. You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the zalig. Nu komen we aan stap 2, hè? Nu dat we dat stilzingen. Oké, we hebben het. Goed. Nu kunnen we bewuste keuzes gaan maken over onze opbouw. En dat is ook het denkproces waar ik doorga als ik met een nummer bezig ben. En ik geef het u even mee, zodat je dat denkproces bij je eigen nummers ook kunt gaan gebruiken. Dus we hebben het stilzingen, we hebben het luid zingen, en dat is het gewoon zingen, zeg maar. Nu kunnen we kiezen, ofwel gaan we contrasten, ofwel beginnen we stil en gaan we ineens naar heel luid. Dat kan heel pakkend zijn. Ofwel gaan we opbouwen. Beginnen we stil en stilletjes aan gaan we luider en luider en luider. Ofwel gaan we zo. Dus voor degenen die luisteren op de podcast, ofwel gaan we eerst luider worden en dan terug afbouwen. Een soort van golfje. Dus we gaan die drie opties een keer achter elkaar doen. En dan kan je zelf kiezen welke dat je de leukste vindt en daarmee aan de slag gaan. Dus laten we eens proberen van stil en dan in één keer naar luid. Dus vanaf I am a fighter, vanaf daar gaan we superluid gaan. Ja, en al de rest is stil. Laten we dat eens proberen, zien wat dat geeft. 2, 3, en... You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the ropes. I am a fighter. Before this fight is over, you know my name before I go. Geweldig. Hoe was dat? Alright, laten we een keer optie 2 proberen. Misschien vinden we die leuker. Dat we van stil woep, naar luid opbouwen. Laten we eens kijken wat dat geeft. 2, 3, en... You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the ropes. I am a fighter. Before this fight is over, you know my name before I go. Ah, die vond ik wel leuk, die vond ik wel leuk. Dat was optie 2. Oké, laten we een keer het vervolg proberen. Hè. De wave, dus de golf. We gaan stil beginnen. En dan bouwen we op naar luid. En dan gaan we terug stil eindigen. Zien wat dat geeft. Hier gaan we. 2, 3, en... You thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up again.
against the ropes. I am a fighter. Before this fight is over, you'll know my name before I go. Ah, virtuele high five. Kei goed. Dat was optie 3. Laat mij misschien in de comments weten, wat was jouw favoriet? En er is geen juist of fout. Dat is net het leuke eraan. Het belangrijkste, en dat is heel het punt dat ik vandaag wil maken, is dat we bewust omgaan met dynamiek. Luid en stil. En eens dat je er bewust mee kunt omgaan, wow, dan kun je echt kippenvel momenten creëren. Dus optie 1, 2 of 3, laat het mij weten. Ik ben benieuwd welke optie wint. Mijn favoriet is duidelijk de tweede. Die vond ik wel fijn. 3 was ook wel leuk. Alleszins, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Natuurlijk, heel dit kan niet zonder een stevige zangtechnische basis. En binnenkort geef ik daar een workshop over, helemaal gratis. Wil je graag meedoen, dan kan je je aanmelden. www.zanglesmetmaggie.be/zangtechniek. Ik hoop je daar te zien. En anders heel graag tot volgende week. Dag! Zang.